We hebben films gemaakt. We zijn de wereld rondgereisd. Maar dit seizoen gaan we terug naar waar alles is begonnen. Naar Camp Wawanakwa. Ik ben Chris McLean en zoals je kunt zien is het nogal veranderd sinds we hier weggingen. En met veranderd bedoel ik dat het heel erg gevaarlijk is geworden. Dat is lachen, maar de regels van het spel zijn niet veranderd. Een handvol nietsvermoedende tieners gaat de strijd aan met volslagen vreemden. Ze hangen hun vuile was buiten op de welbekende biechtstoel. En verspreid over het hele eiland gaan ze levensbedreigende uitdagingen aan, met als risico dat ze worden weggestemd. De laatste die overblijft wint 1 miljoen euro! En als je het over de duivel hebt, hier komen de kandidaten! Nee, zij niet. Dit seizoen hebben we allemaal nieuwe spelers die gaan strijden om het miljoen. En daar komen ze aan. Maar nu echt. Dit is Joe. Als je van je kiwis houdt, dan blijf je uit mijn buurt. Scott. Ja, hetzelfde. Zoe en Mike. Niet te geloven dat we er zijn. Ja, het is betoverend. Lightning. Hallo, lekker ding. Brick! Brick MacArthur, meld zich op zijn post. Bee en Dawn. Jouw aura is uitzonderlijk paarse groen, maar het staat je heel goed. Dakota! Hallo! Dakota hier en ik ga de Maria. Drie lagen moet genoeg zijn. Hallo! Ik was duidelijk nog niet klaar, er hoor. Er wordt hier niet geduwd, blondje. Stacy! Mijn tante Millie heeft de bruiningscrème uitgevonden. Ja, daarvoor smeerden de mensen zich in met modder. Cameron! Frisse lucht. Een echt meer. Vogels! En Sam! Oh ja, een granaatwerper-upgrade. Kijk, dat bedoel ik. Ja, dit wordt het ruigste, vuilste en meest explosieve seizoen van allemaal. Ja! Kijken dus naar Total Drama, de wraak van het eiland. The moment that I'm doing fine, you guys are on my mind. You asked me what I wanted to be, and now I think the answer is plain to see. I wanna be famous. I wanna live close to the sun. Oh, pack your bags, cause I've already won. Everything to prove, nothing in my way. I'll get there one day. Dit ga je geen kist betaald zetten. Wat? Ruimbaan voor de zwemkampioenen. Hey! Wel? Watje. Ik red je, kleine meid. Ik ben een jongen, hoor. Hallo, jongens. Hoe hebben jullie me nou gevonden? Door jouw sms'je. Wat krijgen we nou? Ongewenst bezoek, over. Hey, niemand komt op mijn haar, Brilleman. Ik wou dat mijn achterauto om hier nu was. Wat heeft het zwemvest uit? Ik kom eraan! Oh, nee, jij mag eerst, hoor. Nee, toe, ga je gang. Ik sta erop. Nou, ja, als je zo aandringt. Bedankt, die hou je te goed. Oké, mijn eerste keer op de stoel. Dus, Zoe, leuke meid. Oké, superleuk. Maar ze wil vast niks met een jongen als ik.
Zie je, ik heb namelijk een tik. Ik hoop maar dat mijn kwaaltje niet weer alles voor me zal verpesten. Oh. Wauw, niet te geloven. Ik zit echt op de Total Drama biechtstoel. Ik vind het zo spannend. Iedereen is zo aardig. Hopelijk vinden ze me leuk, want ik ben op zoek naar nieuwe vrienden. Of eigenlijk gewoon vrienden. Oh, wat als ze me stom vinden? Misschien is die bloem wel te groot. Doe ik te veel mijn best? Jij vindt me toch wel aardig? Woehoe! Kijk, zo mag ik het zien. De eerste op het eiland. Hoe kom jij nou? Je bent niet eens nat. Hm? Oh, ik heb de korte weg genomen. Mevrouw? Ik mag dan misschien de sterkste speler zijn, maar ik hou van teamwork. Bij de kadetten heb ik de teamwork-medaille 3 keer op rij gewonnen. En de bed-opmaak-medaille, de vlagvouwen-medaille en de brief aan mama-medaille. Die win ik altijd. Ik ben, zoals dat heet, een bubbeljongen. Toen ik klein was, was mijn moeder heel, heel erg beschermend. Dus ik heb nog nooit van mijn leven gezwommen. Nou ja, tot 6 uur geleden dan. Ik heb eigenlijk nog nooit iets gedaan, behalve lezen en heel veel zuchten. Maar dat betekent niet dat ik me zomaar omver laat blazen. Oh, wauw, de Danaus plexippus, ofwel de monarchvlinder. Hij is te zwaar. Ja, en mijn achterachteroud oom Bart heeft zwemmen uitgevonden. Daarvoor maaiden de mensen maar wat met hun armen en zonken naar de bodem. En mijn achter... Wauw, interessant. Huh? Ik wist wel dat ik had moeten trainen op die Swee Fitness Game. Als ik er maar niet als allereerste uitga, dat zou pas stom zijn. Maar als ik er lang genoeg in kan blijven om er als 6e of als 7e uit te gaan, dat zou echt cool zijn, hè? Zo te gek om hier te zijn. Ik heb alle Total Drama's wel 3 keer gezien. Wie weet maak ik hier nog wat nieuwe vrienden. Ja, dat zou fijn zijn, vooral omdat je enig kind bent en zo. Wat? Hoe weet jij dat nou? Je ziel is als een open boek. Je kindertijd was zo eenzaam, dat is vast niet makkelijk geweest. Attentie, vers vlees! Zien jullie het pad dat door het bos leidt? Race naar het einde van het pad, maar stoor de dieren in het bos niet. Dat zou niet slim zijn. Nee, we mogen de konijntjes niet wakker maken. Ze worden al onrustig van het zachtste geluid. Zoiets als dit. Yes! Heb je zomaar verloren van een meisje? Welk meisje? Ik heb helemaal niet verloren. Lightning verliest namelijk nooit. Coach, bescheidenheid, doe 2 stappen naar links. Jij zit in team A. Jojo, naar rechts. Jij bent team B. Okselruiker, naar team A. Corporaal Brickhouse, team B. Meneer! Ja, meneer! De stille stemper, team A. Bubbeljongen, team B. Okidoki. Eenzame Zoe, team B. Alleen toen ik kind was. Dat is echt waar, hoor. De aura-fluisteraar, team A. Gered door een meisje, team B. Mislukte prinses, team A. Kapsel van beton, team B. Yo, game junkie, team A. Mijn oom Bill heeft de marathon 4 keer gewonnen, omdat de marathon is uitgevonden door mijn achter... En kletskou Stacy, team A. Wat was dat voor monster daar in het bos? Ik weet heel zeker dat die schreeuw niet kwam van een dier dat wij mensen kennen. Relax, uiteindelijk zal alles duidelijk worden. Zo, dit seizoen van Total Drama wordt een klein beetje anders. Bijvoorbeeld, in iedere aflevering moet er iemand worden weggestuurd. Oh, nee. Zo hard hebben ze het nog nooit gespeeld. Ja, ik weet het, ik ben goed. Omdat het jullie eerste keer is, zal ik jullie matsen en deze knappert op het kampterrein verstoppen. Een origineel Chris Hoofd van het merk McLean. Een felbegeerd vrijkaartje om in de wedstrijd te blijven. Zelfs als je door je team bent weggestemd. Degene die hem vindt, wordt de allermachtigste speler uit de geschiedenis van Total Drama.
Zit er echt zo'n grote spleet in mijn kin? Ja, je kin lijkt op een kont. En we gaan door. Tijd voor de teamnamen. Team Lightning. Nee, wacht. Lightning Squad. Goeie suggesties, Lightning. Maar de namen zijn al gekozen door moi. Team A, jullie staan vanaf nu bekend als de giftige ratten. Vet man. En team B, ik doop jullie hierbij de gemuteerde wormen. Waarom al die verwijzingen naar chemisch afval? Het is een monster! Ah! Hey, het is maar een stomme eekhoorn. Oh nee, wat is er mis met hem? Terwijl we weg waren, heb ik het eiland verhuurd aan een vriendelijk familiebedrijf in milieubedreigende chemische afvalverwerking. Aardige mensen. Maar het afval heeft wel een klein beetje effect gehad op de flora en fauna. Cool. Weird. Ik wil er ook een. Levensgevaarlijk! Chris is echt super gemeen. Wacht even. Niet reflect. Oké, take 2. Zo, voor we gaan beginnen met de eerste uitdaging van het seizoen, gaan we eerst wat prijzen uitreiken. Joe, omdat jij hier aankwam voor alle anderen, krijgt jouw team een trampoline. En de ratten krijgen een houtzaag. Auw! Auw! Wat hebben deze spullen te maken met deze bom? Hij gaat ons vast niet nog een keertje opblazen, toch? Oh nee? Je zult het zien na de break. Dat zijn jullie teamtotems. Snijd de totems los, sleep ze naar de rivier en varen mee terug naar het kampterrein. Het eerste team dat daar aankomt mag een blokhut kiezen. Maar schiet op, op de totem zit een bom die afgaat als het totem niet binnen 7 minuten voor de blokhut is geplaatst. Vanaf nu! Oké, aan de slag! Yeah! Ah, oh, wow. Aan de kant! Lightning gaat dit fixen! Dat is een glibberige boom. Geen zorgen, Lightning geeft nooit op. Jammer dat mijn derde achterneef Jack hier niet is om ons tips te geven over boomklimmen met blote handen. Oké, als Joe het midden van de trampoline raakt met een druk van 50 kilo per vierkante cent... Achteruit, dat doe ik wel even. Maar ik heb het berekend op het gewicht van Joe. Van mijn looks. Ik bedoel, moet je het zien. Perfect haar, perfecte tent. Dit is zo'n miljard waard. Minstens. En mijn achter-achter-achter-oud-tante Dory heeft Indianen geleerd totems te maken. Huh? Oh, oké, je wilt dat ik hier opklim? Wow, hey. Je wilt dat ik hier ga staan? Allereerst, boomklimmen is geen officiële erkende sport. Bovendien, die boom was ingesmeerd met boter of zo. Maar als Chris probeert Lightning voor paal te zetten, dan kan hij het wel schudden. Lightning geeft het nooit op en geeft zich nooit over. Tja, Lightning! We gaan dit winnen! Niet te geloven. Wat een watje! Oh man, zo wordt het niks. Ah, vertel me. Snijd de tuin nou eindelijk eens door. Dat proberen we de hele tijd te doen, Mike. Mike, ik heet Chester, je vie. Wat zeg je? Mike is zo lief. Maar ik snap echt helemaal niks van zijn oude mannetjes act. Ach, misschien is het wel heel erg grappig als je uit Frankrijk komt of zo. Lightning scoort! Ga weg! Voort! Nou, in mijn tijd hadden we geen zagen of pijlen nodig om touwen door te snijden. We deden het gewoon met stenen! Ah!
persoon en we zijn er. Dakota? Van onderen! Geen tijd voor fotosessies, Dakota. Rustig gaan, man. Niet mijn soldatenkapsel! Yes! Missie volbracht, meneer. Ze hebben neer. Rustig aan, man. Nog maar 3 minuten. Maar hoe moet ik nou... Het lukt niet. Met de zaagdanden naar beneden. Beneden. Oh, nee. Zo dom kan je niet zijn. Het is net papi's vleesmes. Oh. Zo. Bee, voor mij ben jij een echte A. Bee vindt zichzelf zo slim. Maar als mijn plan in werking treedt, weet hij niet wat hem overkomt. Au. Ze gaan ons inhalen. Het is mijn plicht om u te melden, mevrouw, dat we grotere problemen hebben. Oh, mijn eerste waterval. En waarschijnlijk je laatste. De tuipel tegenwoordig met hun asociale ritjes. Zoe! Zoe, hou je goed vast! Oké, dank je, Mike. Graag gedaan. Wie wil dat we voorover leunen? Ja, mijn achter-achter-oud-tante Barry heeft een boomstamsnee uitgevonden. Hij zegt, Nee, hoe kunnen zij nou opeens voorliggen? Ah, heerlijk om terug te zijn. Hey Chris, moet je horen. De boot is niet gestopt. Oh, kijk, daar is de voormalig deelnemer Owen. Die absoluut niet mee mag doen dit jaar. Ja, dus ik ben teruggezommen om je te zeggen dat... Wat? Mag ik niet meedoen? Ik ben bang dat jij in een klassieke deelnemersgroep geen kijkers meer zullen trekken. Chef? Go Team Lightning! Tik-tak! Vlug! Kies de goede blokhut! Jammer zeg! Daar gaat het 8-persoonsbubbelbad en de airconditioning. Oh. Ja, mijn achter-achter-oud-oom James heeft de blokhut uitgevonden. Daarvoor sliepen mensen in bomen. En daar vielen ze steeds maar uit. En mijn achter-achter-achter-oud-tante Phyllis heeft een dak uitgevonden. Daarvoor waren huizen alleen maar muren met meubels. En steeds als het had geregend, moest je een nieuwe bank kopen. Hoe dan ook. Omdat ze als enige een blokhut hebben die nog overeind staat, zijn de gemuteerde wormen de winnaars van de eerste uitdaging. En waar moet ik dan slapen? Maak je niet druk. We hebben een reserveblokhut voor jullie. Net zo mooie als degene die is opgeblazen. Kak! Team Ratten, ik zie jullie straks bij het kampvuur voor de eerste eliminatieronde van het seizoen. De stemmen zijn geteld. De deelnemers met een gewone marshmallow mogen blijven. Maar dit seizoen ontvangt 1 deelnemer een hele bijzondere marshmallow. Een marshmallow die je niet op wilt eten. Degene die deze giftige verliezersmarshmallow krijgt, ligt uit de wedstrijd. En die persoon komt nooit meer terug. Nooit meer. De volgende spelers zijn veilig. Scott. Bee. Lightning. Dawn. En Sam. En de gevaarlijke, giftige verliezersmarshmallow is voor... Stacy! Oh, en ik deed het juist zo goed. Oh.
Nou, dat wordt dus de pier der schaamte voor mij. Dacht het niet, want we hebben iets nieuws verzonnen voor dit seizoen. Echt te gek. Maak kennis met de slinger der schaamte. Zelf verzonnen. Ja, de katapult is uitgevonden door mijn Eentje weg, nog 12 te gaan. Wie vliegt er hierna uit? Je ziet het de volgende keer hier bij Total Drama, de wraak van het eiland. Het is moeilijk.